De Spreekbeurt. Onnozele onderwerpen. Serieuze sprekers. Onze volgende spreker werkt voor het Centrum voor Muziek en Podium Erfgoed en is ook gastonderzoeker voor de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Je kan hem misschien kennen van, jawel, Studio Brussel, waar hij al een paar keer te horen was als metal professor. Hij houdt van konijnen, bubble tea. Hij houdt ook van gietijzeren kookpotten van Le Creuset. Kijk, ook dat is kwaliteit blijkbaar. Als hij zichzelf een scoutstotum mocht geven, dan was het enthousiast stokstaartje. Zijn onderwerp toont trouwens aan dat op een avond als deze op de Spreekbeurt ook de controversiële onderwerpen niet uit de weg worden gegaan. Mag u applaus voor Didier Goossens. Oké, uitstekend. Ja, ik moet het zo doen, want ik heb notities bij als een ware voormalige universitaire docent. Eerst en vooral een kleine test van de zaal. Hello there. Kijk, toch een paar mensen voor wie dat deze presentatie dus al niet meer nodig is, maar voor alle mensen die nu hebben gezwegen, shame on you en het bewijst waarom mijn presentatie meer dan ooit nodig is. Dus laten we erin vliegen waarom de prequel trilogie van Star Wars beter is dan de originele. Ik ga beginnen met een kleine stating the obvious. Ik hou van Star Wars. ik ken elke club shitto die dat Disney en George Lucas op ons scherm gooien. Ik leer nu eenmaal ook gewoon bijzonder graag alles over een fictief universum, om er dan vervolgens tot 4 uur 's nachts over te ratelen tegen mijn arme partner die gewoon wil slapen. En ik geef daarom dus vanavond een spreekbeurt over een thema dat mij oprecht nauw aan het hart ligt. Maar het is wel een controversieel thema, eentje die ervoor zorgt dat familiefeestjes een hel zijn, die ervoor zorgt dat ik ieder gesprek met een 40-plusser mijt als de pest, en die ervoor zorgt dat Reddit voor mij echt wel de diepste krochten van de hel betekent. Beste mensen, ik begrijp namelijk niet... Ik begrijp echt niet waarom dat iedereen als een soort Geonosian hive mind heeft besloten dat de originele Star Wars trilogie de beste moet zijn. Wat is er nou zo verdienstelijk aan die films? Ik heb even mezelf in vraag gesteld waarom dat die originele trilogie zo goed zou zijn. En ik kan geen reden bedenken. Ik bedoel, de Trench Run... Je weet toch dat die raak zal schieten. Dat is 20 minuten van je leven verspild. Alleen maar goed voor memes. Deze misvormde teddyberen, gecommercialiseerde mormels, zeg ik u, en ze zijn alleen maar een incidenteel, popcultureel, fenomenologisch voorbeeld van decoloniaal gewapend verzet. En dat is dan ook een enige verdienst. Darth Vader? Sorry, maar zelfs een anime heeft een gemaskerde villain, en zeker sinds dat James Earl Jones op fucking AI-pensioen is gestuurd, ben ik er helemaal klaar mee. En het enige waar ik Darth Vader nu nog wil zien, is in die geweldige Master Movies tribute. En daar blijft het dan ook bij voor de originele trilogie. Dus nee, beste mensen, ik zeg het u, de prequel-trilogie is gewoon beter dan de originele. En ik zeg u dit, omdat ik de originele trilogie had gezien nog voor ik de prequels zag, en nog vond ik de prequel-films ook gewoon beter. En ik ga je dus 5 redenen geven waarom dat ze beter zijn. En ik doe dat in de enige taal die dat alle Star Wars films gemeen hebben met elkaar, en dat is memes. Reden nummer 1 is eigenlijk het fundament waarop ik heel mijn betoog ga baseren. En dat is even een kleine shocker, want die prequel films zijn eigenlijk niet zo heel erg goed. De plot is flinterdun. De romance is niet bepaald interessant. Het enige verdienstelijke daaraan, dat zijn de vertolkingen van Ewan McGregor, Ian McDiarmid en Natalie Portman. Love you, Natalie. Echt waar. Maar dankzij een beetje horizontale integratie via videogames, muziek en de geweldige The Clone Wars-serie, die liep tussen 2008 en 2014 en dan een reboot kreeg in 2020 op kop, zien we de prequel-era in alle glorie. Obi-Wan is nog sassier en nog sexier. Anakin is nog broodier en moodier. Padme is nog meer een epische baas. Palpatine is nog devieser. En dan heb ik het nog niet gehad over nieuwe personages zoals de Domino Squad, de Force Gods, de Bad Batch, Commander Rex, Domino Squad. Ik kijk dus eigenlijk liever naar de spin-offs dan naar de film zelf. Reden 2 dan. Is waarom zou je eigenlijk 1 villain willen, ik ga hier opnieuw Darth Vader bashen, als je ook 3 villains kan krijgen? De heilige drievuldigheid van de prequelfilms, Darth Maul, Count Dooku en General Grievous. En dan spreek ik nog niet van de spin-off villains zoals The Night Sisters, Asajj Ventress, Aura Singh. If you know, you know. Die overtreffen Darth Vader moeiteloos. En waarom is dat? Laat me het even kort overlopen.
Darth Maul is letterlijk waar de belichaming van haat en dat wordt in de series alleen maar beter. Count Dooku wordt gespeeld door Christopher Lee en dat is eigenlijk heel het argument. Het is Christopher Lee. Maar nog cooler is dat George Lucas voor Christopher Lee in Attack of the Clones de Form 2 lightsaber style heeft uitgevonden. Speciaal en alleen maar voor hem, omdat Christopher Lee gewoon zo een meester in het schermen was en dacht, ik wil cool zijn. En dat is hij ook gewoon. RIP Christopher Lee. En ten derde, General Grievous. Afgezien van de geweldige meme waarmee ik begon, is er in Revenge of the Sith zo'n scène waarop dat wordt ingezoomd op dat ene oog van hem. En dat is echt zo'n angstaanjagende scène dat ik daar nog steeds rillingen van op mijn rug krijg. En dat is niet van de kou buiten. Maar het coolste van alles is, dat heb ik pas maandag ontdekt. En ik ben al heel lang Star Wars fan en dit leerde ik dus maar pas maandag. Maar alle drie die schurken zijn dus eigenlijk een voorbode van een aspect van Darth Vader. Dus afgelopen maandagnacht, toen mijn partner al lag te slapen en ik aan deze presentatie aan het werken was, trok ik ongeveer dit gezicht. De prequelfilms, je bent er nooit klaar mee. Als we dan toch gaan spreken van Revenge of the Sith, dan kunnen we het ook hebben over de meest hartverscheurende scène. Dat ik niet mijn rug hier kapot maak. Over de meest hartverscheurende scène in die film, en dat is natuurlijk Order 66. Ter uwer contextualisering, ik heb hier Ayla Secura erop gezet, omdat ik als tiener een ongelooflijke crush op haar had, want zij was de enige in Star Wars Battlefront 2 met niet één, maar twee lightsabers. En dat was zo ongelooflijk cool. En dan wordt hij gewoon als een beest afgeschoten op een godvergeten jungleplaneet genaamd Felucia. Tranen met tuit was ik aan het huilen. Maar opnieuw, het was in die spin-off-serie, The Clone Wars, dat Order 66 pas echt tragisch werd. Ik bedoel, Cody was in Revenge of the Sith gewoon inderdaad holy adobe, you must blast Kenobi. Maar het zijn personages zoals Commander Rex en Trooper Jesse die dat echt aantonen dat de clone troopers gewoon geen keuze hebben. Die moeten Order 66 uitvoeren. Die worden gedwongen door een chip in uw kop. Stel u dat voor. U dacht dat de prequelfilms alleen maar grappen en grollen waren. De meeste mensen, deze films zijn bitter ernst. Al toont Order 66 wel één heel goed punt aan, en dat is dat clone troopers beter kunnen mikken dan stormtroopers, en dat ligt gewoon aan één dingetje, en dat is de juiste motivatie. Maar reden 4 is ook een hele belangrijke reden, en dat is dat de prequelfilms eigenlijk het toonbeeld zijn van de grijze zone van een politieke strijd tussen de Republic en de Confederacy of Independent Systems. De goede tegen de slechte. En voor alle duidelijkheid, de prequelfilms die hadden dat ook. Namelijk verzetsbeweging tegen totalitair, racistisch en neocoloniaal machtssysteem. Rebellion tegen Death Star, Jedi tegen Sith, goed tegen kwaad. Je weet op voorhand al wie gaat winnen en dat is saai. Geef mij dus maar liever de prequel-trilogie, waar iedereen gedreven is door het idee dat ze aan de juiste kant staan. Want uw favoriete fictieve personages, die zouden toch niet onfeilbaar zijn, zeker? Dus wie dacht dat Yoda een lichtpunt was van morele perfectie, die gaat toch vanavond echt in de spiegel moeten kijken. En voor wie mij nu nog niet gelooft, heb ik een klein filmpje meegenomen van een geweldige YouTube-video. En die heet als volgt. The Republic committing war crimes for 8 minutes and 17 seconds. En ik ga je gewoon de eerste 30 seconden laten zien om aan te tonen dat in deze Clone Wars niemand aan de juiste kant staat. Laat dit werken. A Jedi uses the Force for knowledge and defense, never for attack. Men zal geen vluchtende vijanden doden. Dat is Yoda in die tank trouwens, hè, beste mensen. Yoda, arme robots. Men zal geen vlammenwerpers gebruiken en al helemaal niet tegen de inheemse bevolking. Shame on you, Republic. Shame on you. Maar de laatste reden, beste mensen, de belangrijkste reden waarom de prequelfilms beter zijn dan de originele, dat is gewoon natuurlijk good old... Hallo? Voilà. Nee. Zo, voilà. Good old Chancellor Chief Palpatine, gespeeld door de weergaloze Ian McDiarmid. Ik ga even heel snel zijn meesterplan overlopen, want ik begin door mijn tijd heen te geraken. Dus stay with me. Blinkt als Sith-leerling zodanig uit dat hij zijn meester al lang overklasse toen hij die een kopje kleiner maakte in zijn slaap, nota bene. Slaagt erin om een Jedi-master, Sifo Dyas, zodanig te beïnvloeden dat hij op eigen houtje achter de rug van de Jedi High Council een clone-army bestelt bij Shady Kaminoan-kloners. Lijft met Maul, Dooku en Grievous niet één, niet
twee, maar wel drie pupillen in die hij afwisselend inzet voor sluipmoordenarij, politieke secessie en militair leiderschap, beweegt hele sterrenstelsels en banksystemen ertoe om een massale onafhankelijkheidsoorlog te starten die het morele failliet van beide kanten van de oorlog blootlegt, verzorgt zonder één lightsaber te verheffen de val van Anakin Skywalker, de nota bene Chosen One, en als hij zich dan toch roert met zijn lightsaber, dan legt hij krijgskoningen als Savage Opress en Mace Windu moeiteloos tussen zijn boterham. Deze man moet toch 's ochtends opstaan en niet alleen van democratie houden, maar ook gewoon van zichzelf, want hij neemt gewoon iedereen bij het snuitje. En dat in vergelijking met de originele trilogie, waar hij alleen maar emperor is en dus de uiterlijke villain. Hier is hij dus echt de grijze schurk, de angstaanjagende man achter het canvas die dat aan de touwtjes trekt. Palpatine maakt deze films tot de genialiteit die ze zijn. Dus daarmee zijn we aan het einde gekomen en kan ik mijn conclusie formuleren dat de prequelfilms dus echt niet zo heel erg goed zijn, maar dat ze veel meer respect verdienen op basis van geweldige loreverdieping, in briljante spin-off-reeksen met name, maar de films hebben die basis dus wel gelegd. Ze bewijzen dat een oorlog alleen maar verliezers kent en dat is dus de laatste serieuze nota in deze presentatie. Ze bevatten enkele van de beste en meest onbeminde personages. Ik heb het daarbij niet over Jar Jar Binks, overigens. En ze bevatten met de Order 66 een scène die nog hartverscheurender is dan de dood van Artax in The Neverending Story. Yes, I said that. Dus gaat u nu allen heen zometeen na deze andere zes geweldige presentaties die nog zullen volgen. Schal de loftrompet voor de prequel-trilogie van Star Wars. Maar weet dat ik niet verantwoordelijk ben voor 1. Familieruzies, relatiebreuken en vechtpartijen met kerstmis. En 2. Dat u kijkplezier van de Star Wars-films voor eeuwig verwoest als u beseft dat al die films voor altijd en eeuwig alleen maar 1 grote meme zullen zijn. Maar goed, het is toch allemaal niet echt, of wel soms. Dank u wel.